Twitch is een platform waarop je kunt livestreamen en dus ook live interactie kunt hebben met de kijkers die kijken. En de meeste livestreamers hebben dus ook gewoon een set regels om de goede orde een beetje te bewaren, zodat het geen wilde westen wordt. En als mensen dan die regels overtreden, dan moeten er gevolgen zijn. Je kunt namelijk iemand bannen, of je kunt iemand time-outen. En de time-out is afhankelijk van de periode die je instelt. De standaard time-out is 10 minuten. Het verbannen is eigenlijk de ultieme tool om gewoon mensen weg te hebben. Van fuck it, je mag gewoon niks meer doen. En als mensen verbannen zijn, kunnen ze een opheffingsverzoek indienen. Van yo, ik heb een fout begaan en ik zou graag gewoon interactie met de chat willen hebben. Zou je mijn ban kunnen innemen? En daar gaan wij vandaag naar kijken. Ik heb 146 opheffingsverzoeken en wij gaan vandaag een aantal doornemen. En dus een beetje kijken met wat voor interactie we te maken hebben. Ik heb het gesorteerd op oudste eerst, omdat eigenlijk kijk ik nooit hier echt naar. Want ik zit ook een beetje van, ja, fuck it, al heb je de regels overtreden, rot dan maar gewoon op. Hutstrijder, hoe is het dan? Hutstrijder, hoe is het dan? Niveau, huts, niveau, niveau, niveau. Wat loop je me nou te negeren dan? Hé, hey, waarom is hij zo'n sukkel? Het is gewoon echt... Hij heeft 2 minuten een momentje gehad van dat hij even een paar niveaus eruit gooit. Dat was op februari 2019. Dan zie je van, oké, weet je, prima, hij wil gewoon een beetje aandacht hebben. Dan in september. Hé hey man, waarom is het zo... Hij is donders fucking saai. Vroeger was hij tenminste leuk. En dat laten we dan ook gaan. En dan ineens, 21 december 2019. Ah, je content is echt hard naar beneden gaan, man. Waar is Map van de Kijker? En ik heb zelf het initiatief genomen om hem te verbannen. En zijn reden om hem te unbannen is... Ik heb veel zitten kijken de laatste tijd. En wat ik zei was kinderachtig en stom. Please unban. En dat is een beetje waar ik zoek. Naar mensen die gewoon een beetje inzicht hebben van... Ah, dat was gewoon kut, man. Dat is wat ik zei. Dus de ban gaat worden opgeheven. Beslissing voor opheffing versturen. En ik hoop dat je het binnenkort weer lekker naar je zin hebt. Queen, lekkere muziek hoor. What the fuck is dit? Lekker voel de beat. Hoe oud was je toen je dit hoorde? Een gouden ouwe. Waarom GTA? Wist je dat Overwatch 2 uitkomt? Well, sorry voor mijn gedrag. Ik krijg zeker geen unban, maar ik wil eventjes zeggen dat ik Don al best lang kijk. En ik hoop dat ik alsnog de kans krijg van de mods slash Don zelf om nog lekker te kunnen genieten van de chat en de communicatie. Ik was rond die tijd best kinderachtig en nog jong. En was ik rond die tijd nog best roekeloos als het gaat over internet. Ik wil erbij mijn excuses aanbieden. En ik verwacht niet dat Don... Jemig, dat is een flink bericht. Ik ga akkoord. Dit zijn nog best milde berichtjes. Er zitten veel ergere tussen. Dit was allemaal 2019. Deze laatste 2020. Huts en dan tech. Met het N-woord erbij. En dan als reden, het was een memerij. Ja, nee, daar gaan we gewoon lekker niet over memerijen. Beslissing afwijzen. U mag lekker verbannen blijven. Hallo, ik ben er met een emote. Twerkje. Ik weet niet wie deze guy is en wat deze emote is, maar vooruit. En dan ineens hou je kop. En gewoon gelijk de nek omgedraaid, hè? Gewoon echt. De enige interactie die hij heeft en ineens hou je kop, joh. En dan is van, ja, het is super lang geleden en ik heb je fout ingezien. Ja. Je komt net binnen en je gaat gelijk zitten kutten. Ik kan er zo slecht tegen. Maar het is inderdaad super lang geleden. Je hebt je fout ingezien. Dat mag ik maar hopen, want anders gaan we dat gewoon lekker nog een keer doen. Deze persoon chat gewoon over het algemeen wel oké mee. Wat ga je doen? Is het FIFA? Is het Red Dead? Ga je Red Dead doen? Red Dead. Emotes. Rode Fernandez, bakje chips, kazuim. Oké. Goedenavond, Animal Crossing Warzone. Extra zeur. Hou je van Piemol? En die automod, die had hij al... Weergehouden, zeg het N-woord, please. Het spijt me, ik deelde mijn account met mijn broertje en die stuurde die berichten. Aha, we hebben het eerste broertje berichtje binnen. Spijt me oprecht, gelukkig heeft hij eigen mobiel. Nee, niet je account delen, veel succes ermee. Deze persoon heeft letterlijk 1 bericht geplaatst. Ik heb een Fortnite clan gestart, DM die op Instagram voor een try-out. Boom, verbannen. Ja, ik zou graag unbanned worden. Ik zal me aan de chatregels houden deze keer. De enige keer dat je het hebt gedaan, heb je het niet gedaan. Je hebt 1 bericht geplaatst en je hebt het gelijk opgefokt. Nee.
Weg ermee. Gebruik ik AZERTY of QWERTY? QWERTY of AZERTY? AZERTY of QWERTY? AZERTY of QWERTY? Eigenlijk is dit al gewoon regelverbreken, want ik heb een hekel aan sowieso caps lock. En constant shit herhalen. Is gewoon vervelend. Kuiver, dit zijn allemaal Escape from Tarkov hulp dingetjes. En ineens plugt hij gewoon iemand anders stream. Sorry, ik had dat ik mijn laatste bericht heb gestuurd. Ik wist niet dat ik er een ban voor zou krijgen en dat het niet mocht. Ik zal de volgende keer meer nadenken voordat ik iets stuur in de chat. Ja, weet je wat het ding is? Al had je gewoon de regels gelezen, dan wist je het wel. Je krijgt het voordeel van de twijfel. Opheffen. Je kan me misschien ook een hypocriet vinden bij sommige dingen. Maar het is meer gewoon hoe ik me voel bij sommige dingen. Dat ik zit van, ah, deze gaat wel door, deze gaat niet door. Terwijl ze lijken misschien wel op elkaar. Dus ik zou inconsequent met mijn oordelen kunnen zijn. Maar ja, dit is gewoon hoe ik mijn kanaal wil beheren. Klaar. Daar komt het gewoon op neer. Waarom speel je dit? Deze persoon heeft over het algemeen niet veel interactie gehad. Waarom speel je dit? Het is sterretje, 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 dooi. Gewoon wordt boos, dan dat is gevaarlijk. Gameplay 0%, muziek na zingen 100%. Wat een AK-er spel. Ik snap er geen ene reet van. Plop, weg. Het spijt me heel erg, ik zal niet meer schelden. Ik heb er veel spijt van, bro. Ik ben niet je bro, maar ik geef je wel voordeel van de twijfel. Mensen, hou je van gamevideo's? Nee, gewoon de enige interactie is een plug naar jezelf. Sorry, ik deed promotie en ik zag dat het niet mocht. Nee, je werd geband omdat het niet mocht. Je had gewoon de regels kunnen lezen en dan had je ook gewoon kunnen zien dat het niet mocht zonder dat je het deed. Ik maak ook video's, dus ik zal het niet meer doen. Nee, sorry pik. Zit er niet in. Hey, wat leuk jij ook hier. Volg je mij ook? Steun Game Girls. Hey, zelfpromotie. Geen idee wat hier is gebeurd. Nou, blijf dan maar lekker weg. Als je geen idee hebt wat er is gebeurd, blijf dan lekker weg, joh. Bla bla bla. Verwaka, hoi hoi. Verwaka. Allemaal heel snel achter elkaar. Dit zijn allemaal begroetingen, hè? Ik heb nu vakantie. Ik heb sinds vandaag vakantie. Hoe kan je doneren? Hoe kan je doneren? Hoe moet ik doneren? Neem even een kijkje daar en daar en daar. En het is een promotie. Geleerd van je fouten. Ja, kijk, bij zulke soort mensen twijfel ik. Want dit is letterlijk bij de eerste chat-interactie dat ze er zijn. Focus het op. En dan zit ik van, kom op nou, jongens. Kom op nou. Lees gewoon even die tyfusregels. Ze staan er niet voor niks. En het eerste wat je doet is vrijwel shit herhalen. Shit herhalen. Shit herhalen. En dan weer eens eroverheen. Het is gewoon vervelend. Voordeel van de twijfel krijg je al. Wederom een zelfpromotie dingetje. Alle mensen van deze chat en GameNeer, ik ga morgen een livestreamen. Doe nou gewoon niet. Wil je een tip hebben voor als je wilt livestreamen of YouTube of wat dan ook? Promoot je shit niet in iemand anders chat of in comments. Dat is echt zo irritant. De reden is, ik heb wel van mijn fouten geleerd. Ik ga niet heel vaak berichten in de chat. En ik beloof GameNeer te helpen met zijn games voor tips. Maar heeft mij. Nee, dat is niet de reden dat je geband bent. De reden dat je geband bent was promotie voor jezelf. Dus je hebt niet van je fouten geleerd. Want je weet dus niet waarom je geband bent. Afwijzen. Op uw blaren zitten, hè? Maar deze heeft best wel wat gechat over het algemeen. 99 plus berichten. 2% vertraging, ruwe korrels aan het strooien. Degene die je het leukst vindt en dan ineens heil, anker, 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 krijgt de koorts. Het was een grapje. Ik heb nergens een verbannen woord gezegd. Nee, maar je ging er wel naartoe. Kom op. Misschien was de grap misplaatst en dat is aan jullie. Hopelijk niemand zich kwetst. Dat hoop ik ook. Goed dat je het inziet. Dankjewel. Opheffing. Vindt het altijd knap hoe die mensen constant die stemmetjes ophouden, geslapen, what the fuck, ik push je moeder, kun je het al beter, jochie, ha, je zuigt. Het zou bijvoorbeeld naar iemand gericht kunnen zijn, dat het los van mij is, en dat, gewoon, dat hij niet de ad gebruikt. Ik herinner me dit niet meer, zou ik op het moment in ieder geval nooit weer doen, anders kun je me een permaban geven. Nou, dat heb je al. Je hebt al een permaban, vooruit. Waarom mogen mensen... Dit was volgens mij tijdens een Twitch Rivals evenement. Ik weet alleen even niet meer welke exact. Waarom mogen mensen alleen meedoen die populair zijn? Oneerlijk, goede spelers die niet bekend zijn. Die moeten ze het gunnen. Sorry dat ik het zeg. Maar jullie gaan nooit winnen. Haha, just saying. Kijk naar de berichten hierboven. Ik bedoelde er niks slechts mee. Nou ja, zet je een haha erachter, weet je. Het gaat ook niet... Ik weet dat ik zo'n evenement niet win.
Dat weet ik ook wel. Maar het is gewoon, je wrijft het er zo in. Dat is gewoon vervelend. Maar ja, ben u ook ouder en volwassener, nu zou het waarderen om unbanned te worden. Vooruit. Oh, gewoon een beetje normaal chatgedrag. F1 naar F5, B5 en dan ineens Mogol. Dat was ik niet. Mijn kleine broer zat meest, naast mij en ik heb hem al een klap verkocht. Ja, maar als hij naast je zit, hoe kan hij dan typen? Dit heb je gewoon zelf gedaan. Geef je kleine broertje niet de schuld. Afwijzen. Luc zegt, volg mij. Verbannen. Ik heb niks gedaan in de chat, niks gezegd. Je hebt wel wat gedaan. Verdomme, Luc. We hebben er best wel wat gedaan. Ik heb er nog precies 100 over. Dus op deze manier kan ik gewoon productief zijn. Kan ik gewoon even mijn unbanlijstje even bijwerken. En ik heb er een video van, dus dat is altijd heel fijn. Hey, zou je hier graag meer van willen zien? Laat het even weten door middel van een duimpje omhoog of een comment of wat dan ook. Twee video's staan hier naast mij, mocht je nog meer van mij willen zien. Wil je merchandise, kan je dat vinden op www.gamerlip.nl. Zie ik jou graag de volgende keer weer. Doei!